Goedemiddag, dames en heren. We gaan maar beginnen, want de klok draait door en er druppelt hier en daar nog wat binnen, maar er is gewoon nog plek, dus dat is geen probleem. U ziet staan klaar om te wenden. Te wenden, ja, dat heeft iets met beweging te maken. Wat wij proberen te gaan te vertellen is dat wij, en dat is vanmorgen eigenlijk ook wel aan de orde geweest, dat we toch wel een soort vicieuze cirkel moeten proberen te doorbreken. Ik ben Timon de Weger, ik ben wethouder in Woerden. En straks komt Marco van Schaik, zit hier vooraan op het hoekje, van het, wat wij zeggen altijd het waterschap, maar van het Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden, die komt straks ook even erin springen en ik heb wat vragen voor hem. Nou, dit is het gebied van de gemeente Woerden. Dat is dus te zien, daar is veel veen. De groene strook, dat is de Oude Rijn. En dat is natuurlijk dan klei, hè? Maar daar zit dus vervolgens nog wat klei op veen, maar daar zit er heel veel veengebied. En om even aan te geven, even te duiden, dit is de plaats Woerden. Hier ligt het dorpje Kamerik, hier ligt het dorpje Zegveld. En boven Kamerik ligt nog een buurtschap De Kanis. Die komen straks in het verhaal ook voor. De Kanis, dit zijn plaatjes uit dat kleine dorpje, buurtschapje. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Daar hoef ik eigenlijk niks meer bij te zeggen. Want iedereen die iets met bodemdaling te maken heeft, snapt wel wat hier uitgebeeld wordt. Hier staat altijd, stond altijd water. Daar hebben we inmiddels wat aan gedaan. Maar dit is een parkeerplaats. Maar die is gewoon op het niveau onder het slootje ernaast. Dus er staat altijd water in. En zo hebben we meer van die plekken. Nou, dit is dan, als het dan echt gaat regenen en flink gaat regenen, dan krijgen we dit soort beelden. Spreekt eigenlijk voor zich. En dit spreekt ook voor zich in het landelijk gebied. Vanmorgen ook al gezegd, we zitten in een gebied wat 1000 jaar geleden ontgonnen is. En waar natuurlijk een structuur gemaakt is die past bij die tijd. Maar past niet bij de manier waarop we er tegenwoordig mee omgaan. Met zwaar verkeer over proberen van die smalle weggetjes te rijden. Vroeger waren dat B-wegen. Dit mag ook eigenlijk helemaal niet, maar ja, dat gebeurt natuurlijk toch. En je moet uitwijken. En dit is dan blijkbaar net goed gegaan. Tenminste, ik heb het vervolgfoto nooit gezien. En waar wij als gemeente het vooral tegenaan lopen, als beheerder van de openbare ruimte, is dat we gewoon een probleem hebben met technisch uitgedrukt, de technische kwaliteit van de openbare ruimte. Wat willen we hier met dit plaatje laten zien? Dit is eigenlijk de normale onderhoudscyclus. Je investeert een enorm bedrag. Dit is dan de tijd. De waarde neemt langzaam af, de kwaliteit. Dan sleutel je weer wat bij, je labt wat, dat doe je nog eens een keer. Dan doe je iets meer, doe je er eens een keer aan. En op een gegeven moment kom je op een moment dat je echt groot onderhoud moet plegen. Dan geef je weer een flinke boost omhoog, maar het wordt nooit wat het was. En dat gaat zo door, tot je aan het eind van een levenscyclus bent. En dan begin je weer opnieuw. Dan maak je een reconstructie en dan ga je weer opnieuw beginnen. Nou, en dit is in de normale omstandigheden in Nederland, daar kun je echt een paar decennia wel mee. Maar in die veengebieden, dat is in Woerden dus vooral bij ons in die kleine kern in het landelijk gebied, daar is die cyclus veel korter. Dus die gaat veel korter. En misschien is dat ook nog niet goed in dit plaatje weergeven. Je kwaliteit neemt gewoon veel sneller af. En je komt dus op een lager niveau, dat zie je hier dus wel duidelijk. Maar uiteindelijk, je moet gewoon veel sneller moet je er weer bij. En dat is ellende. Dat is voor met name de bewoners, de gebruikers van de openbare ruimte, is dat ellende. Want ook hun tuinen gaan mee, hun riolen breken af. Alles levert ellende op. Er zijn andere technieken en dit is denk ik bij de meesten van u ook wel bekend. Maar om ze even te noemen waar we nu ook in Woerden al de nodige ervaring mee hebben. Niet meer zand, maar BIMS en EPS. Dus we proberen het zo licht mogelijk te maken. En we zijn aan het vandaar het tweede bolletje. We zijn nu driftig aan het nadenken over toch meer concepten die eigenlijk meer afdoende zijn. Die langer meegaan. Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden, even zo heel grof, want er zijn natuurlijk weer allerlei onderverdelingen. Maar dat is het fixeren op palen. Dus je legt dan ook de openbare, dus de weg, de straat, leg je gewoon op palen. Op een betondek of op een palenmatras.
Iets verdergaand is, en dat is een beetje in dit plaatje aangegeven, dat je gewoon eilandjes maakt of drijvende plekken waar je of en woningen op zet, maar waar je ook de wegen op kan maken. En als je dan hier ziet, hier zit nog iets onder, hè, maar hier drijft hij gewoon op het water. Waarom zou je dat niet doen? Het is wel spannend hoe je het dan ten opzichte van elkaar doet. Dus je hebt natuurlijk van die overgangsproblemen. En waar we eigenlijk naartoe zouden moeten, als je ook de klimaatproblematiek erbij betrekt, dat is helemaal het autarkisch maken. Dat betekent, je knipt eigenlijk alle kabels en leidingen knip je door. En je maakt een gebiedje helemaal zelfvoorzienend wat betreft. En bijvoorbeeld de digitale kabel die we nog hebben. Want dat kan ook gewoon door de lucht. Dat zie je uitgebeeld. Energie kun je, dat is hier aangegeven, kun je met de zon of met de wind doen. Nou, de wind zie je hier niet in het plaatje. En alleen, dit kun je alleen in bestaande gebieden natuurlijk moeilijk doen. Dit is echt iets voor als je nieuw ontwikkelt, zou je dit kunnen doen. Komen we straks nog wel even op terug. Nou, om zeg maar, dit is een beetje het omdenken. Om die kant op te gaan moet je, en dat is iets wat toch echt van de laatste jaren steeds meer opkomt. Dat is naar die hele levenscyclus kijken. En als je dat doet voor technieken die veel langer mee kunnen, bijvoorbeeld een palensysteem, dus een betondek op palen, in principe kan dat wel 100 jaar mee. We hebben inmiddels de ervaring in Nederland dat het oudste palen zeg maar, viaduct in het land ligt in Diemen en dat is er al 90 jaar en dat is eigenlijk nog steeds goed. Dus je kan er heel lang mee. En als je dan zo gaat rekenen en je legt daar die andere technieken, zeg maar de gangbare technieken naast, dan wordt het verhaal interessant. Dus de levenscyclusbenadering, dat is een hele interessante om naar te kijken. Dat hebben wij in Woerden ook gedaan. Dat betekent dus dat je niet alleen naar de investering kijkt, maar dat je ook, want we vinden het allemaal altijd zo duur, hè? Maar dat je beheer en onderhoud, dat je dat meeneemt in je totaalafweging. En dan heb je dus inderdaad, want dan ga je naar de levensduur van de langst lopende techniek kijken. Dan heb je het over een periode van echt 75 tot 100 jaar. Nou, dan moet je inderdaad een bestuurder zijn met toch wel enigszins, sterke knieën, hè? Stevige knieën. En over je periode heen durven kijken. De volgende. Ga je te hard of... Ja, we komen straks, ik ga straks nog wel wat dieper op zeg maar, die kosten, dat kostenverhaal in. Wat je in elk geval moet doen, dat is ook over je eigen grenzen heen kijken. Dan zie je dus ook, je staat als gemeente tussen andere partijen. Als je over in nieuwbouwgebieden kijkt, maar bijvoorbeeld, we zijn in de Kanis in het bestaand gebied bezig. Je komt ook ontwikkelende partijen tegen en daar zul je mee in gesprek moeten. Wij laten natuurlijk traditioneel ontwikkelaars laten we ook de openbare ruimte maken en dan wordt het aan ons overgegeven. Dus daar moet je anders mee gaan werken, moet je anders mee gaan praten. Maar ook je bewoners en in een nieuwbouwgebied ook toekomstige bewoners, probeer ze bij dit probleem te betrekken. En zeker in bestaande gebieden, betrek je bewoners erbij. Want nou, je hebt het vanmorgen gehoord, hè, daar zit gewoon ook emotie en daar zit sentiment en soms onwetendheid. Dus ze gaan wel wat, er gaat wel wat gebeuren als je dit soort grootschalige dingen gaat doen. En er zijn soms ook nog andere partijen, bijvoorbeeld landbouwers. En het waterschap is een belangrijke partij, want het is niet alleen het systeem van de gemeentelijke infrastructuur, maar er zit nog eenmaal ook iets met waterpeilen en dergelijke. Ja, en dan is dat de discussie van, het lijkt heel veel, maar je moet daar een totaalafweging van maken. Dus het lijkt duur, maar misschien is het wel niet duur. Ja, dan gaan we het waterschap erbij betrekken. Dan moet ik even mijn speakbriefje pakken, want anders stel ik jou de verkeerde vraag en dat zou niet de bedoeling zijn. Ik had het over die levenscyclusbenadering en ik heb begrepen, maar dat is ook de vraag aan jou, waarom is dat ook voor het waterschap zo'n belangrijke benadering? Nou, wij hebben dit, doet hij het? Ja. Oké. We hebben deze problematiek zo'n jaar of 5 geleden al aangekaart in het Delta-programma Nieuwbouw en Herstructurering. Omdat wij eigenlijk constateerden dat bij afwegingen als het gaat om financiële afwegingen, als het gaat om nieuwbouwsituaties, dat dan toch heel erg de nadruk ligt op de aanlegkosten.
En we zien dan dat dat vaak leidt tot het drukken van die aanlegkosten, waardoor er oplossingen gekozen worden die in de beheerfase tot heel veel extra kosten leidt. En dat speelt vooral in veengebieden. En die extra kosten daar, die liggen voor een heel groot deel natuurlijk bij de gemeente, maar ook bij het waterschap. Ik denk bijvoorbeeld aan het afscheuren van rioleringen, waardoor die snel vervangen moeten worden. En de kosten van de riolering liggen bij de gemeente. Maar er is ook een heleboel grondwater wat daardoor in de zuiveringen terechtkomt. Wat onze zuiveringen weer moet schoonmaken. Soms ook oppervlaktewater wat in de rioleringen terechtkomt. En daarnaast zijn dit soort wijken ook absoluut niet klimaatbestendig. Want die verzakte wegen, ja, u liet het ook al zien op een plaatje. Dat wordt al heel gauw een badkuip als het hard regent. En een buurgemeente van Woerden, dat ligt het dorpje Kokkengen. En dat is al een paar keer in de landelijke media geweest, omdat het daar feest was na een flinke plensbui. Daar worden wij als waterschap ook op aangesproken. En we zijn dus heel blij dat, dat de gemeente nu kiest voor de levenscyclusbenadering. Nou ben ik wel benieuwd hoe je vanuit het waterschap dan tegenaan kijkt. Hoe zou je dan vinden dat de gemeente dat moet doen? Ik kan merken, wij hebben een goede samenwerking, dus ik durf dat ook te vragen. Ja, wat dat betreft is er, vind ik, een belangrijk onderscheid tussen bestaande kernen of bestaande wijken en nieuwbouwsituaties. In een bestaande wijk waar de woningen al op palen staan, daar is het denk ik een hele goede keus om in ieder geval ook de openbare ruimte te onderheien. Daarmee kun je de problemen die hiervoor genoemd zijn eigenlijk al grotendeels ondervangen. Wat nog wel een probleem blijft, dat is dat het omringende agrarisch gebied wel blijft zakken. Dus zo'n wijk komt eigenlijk steeds hoger te liggen ten opzichte van de omgeving. Het wordt eigenlijk een soort terp. En ik verwacht voor de toekomst toch dat het nog een hele grote opgave gaat worden om zo'n terp ook, om die grote pijlverschillen dan ook op te kunnen vangen met kaden en met een zware kunstwerk. Dat is het plaatje wat achter jou staat, hè? Ja, wat dit verbeeldt. Ja. Dit is zeg maar Kamerik of Kokkengen over 100 jaar. Juist. Dat is een beetje het beeld. Ja, ja. Oké, en voor nieuwbouwsituaties? Want, Voor nieuwbouwsituaties. Voor nieuwbouwsituaties geloof ik dat drijvend wonen eigenlijk de beste oplossing is. Omdat een drijvende wijk die zakt mee als ook het polderpeil zakt. Je hebt dus niet die grote voorzieningen daarvoor nodig. En bovendien, als er een keer een flinke plensbui is en het pijl stijgt in de polder, dan stijgt zo'n drijvende wijk ook mee. Ik geloof dus ook dat drijvend wonen uiteindelijk het meest klimaatbestendig is. Oké, dit is wel één voor, denk ik, voor de vervolgdiscussie. Want hier zitten natuurlijk ook wel allerlei haken en ogen aan. Ja. Wat betekent dit voor het waterschap? Maakt dat voor jullie makkelijker? Ja, dit maakt het voor ons zeker makkelijker. De waterberging is in feite bij zo'n drijvende wijk gewoon onder de wijk. En wij weten dat we in een drijvende wijk in ieder geval geen problemen hebben. Ja. Tenzij er een lek in zit ergens. Ja, natuurlijk. Maar de kans op lekkage is natuurlijk in een drijvende wijk veel kleiner dan wanneer er verschillen in snelheid van bodemdaling zijn. Ja, het is wel een spannende. Drijvend wonen kennen we wel, hè? Drijvende woningen. Ja. Maar drijvende wijken, dat is nog wel een stapje verder, denk ik. Ja, maar er zijn voorbeelden dat het kan. Kijk. Ja. Wij blijven het volgen. Ja.
Dan ga ik nu nog even in, bedankt Marco, dan gaan we nog, ga ik nog even in op wat betekent dat nou financieel? Want dat is, als gemeentebestuurder is dat toch ook wel een klein zorgenkindje. We hebben voor de kanus dat is doorgerekend. En dan, dit is dan op de termijn van de, zeg maar, dat je een paal, in dit geval een paalmatras, zeg maar, dat het zinnig is om dat technisch in stand te houden. En dan hebben we het over echt wel 7500 tot 100 jaar. Echt dus een eeuw verder. Dat is ook, daar moet je wel over nadenken. Hè? Dat betekent wel dat je ook moet nadenken over de toekomst van zo'n dorp. Want daar staan woningen die natuurlijk ook een levensduur hebben. Kunnen we het straks ook nog wel even verder over hebben. Dan zie je hier de verschillen. Je ziet dus dat wat we hier gedaan hebben, dit zijn dan de kosten die je dus moet doen als investering. Die blauwe blokjes. Je ziet dus inderdaad dat palenmatras is gewoon duurder. Dat is zeg maar bijna twee keer zo duur als in afvalbims. Maar je ziet ook dat de onderhoudskosten, als je die mee gaat tellen in die periode, dan zijn we dus eigenlijk gek bezig. Dan is een palenmatras wordt ineens heel interessant. Dus dat is wat dit plaatje wil zeggen. Even in de bedragen even op een rijtje gezet. En dit is dan even doorgerekend contant, zoals je dat dan netjes moet doen. Dan zie je inderdaad dat dan het palenmatras toch ineens heel interessant kan worden. Ik bedoel, het is niet niks, maar je hoeft als je het eenmaal aangelegd hebt maar heel weinig nog een onderhoud te doen. Niet helemaal nul, hè, maar heel weinig. Als je dat in de tijd zet en dan over de financiering praat, dus dan kom je in de termen van de gemeentebegroting, dan hebben we dat inmiddels ook helemaal doorgerekend. We zijn trouwens nog steeds aan het fine-tunen daarin. We zijn nog niet helemaal klaar. Maar wat wij in Woerden nu hebben besloten om te gaan doen, althans, we hebben dat, ik heb dat besloten als wethouder, dat moet nog de besluitvorming echt door, want dit moet in de begroting opgenomen worden. Dat is dat wij voor de wijk De Kanus, dat we echt gaan daar naar een paal met een betondekker op. Palen met beton. Dan is dit het plaatje. Het is dus ook in de investering is het net iets goedkoper, maar de winst zit eigenlijk pas na 75 jaar. We gaan in 75 jaar afschrijven. Daarna ligt het er eigenlijk zeg maar, bijna voor niks. Er zit natuurlijk een stukje nog wel aan onderhoud, heb je nog wel, maar na 75 jaar gaan we verdienen. We hebben dit ook vervolgens doorgetrokken naar heel Woerden. Als we dat nou heel Woerden moeten doen, wat betekent dat? En aanvankelijk was het beeld van we zullen er dan elk jaar iets bij moeten leggen. Het goede nieuws is inmiddels, wij hebben de berekening zover dat wij weten dat we elk jaar met ongeveer de gelijke lasten als die we nu hebben, het op deze manier kunnen financieren. En dat is interessant. Het slechte nieuws is, het blijft nog steeds duur als je ten opzichte van zeg maar een normale situatie, die hebben wij in Woerden in het gebied in de buurt van de Rijn ook op kleigrond, dan blijft het duur natuurlijk. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus we blijven nog steeds de last van die slappe bodem hebben. Maar het is niet meer duurder dan we op die termijn hebben met de traditionele technieken. Dus dat is het goede nieuws. We waren aanvankelijk bang dat het iets meer zou worden. Nou, als je dit voor heel Woerden doet, dan moeten wij dit soort projecten elke keer van die orde van grootte, dus dat is zeg maar 1, 2, 3 straten, moeten we 20 jaar lang elk jaar zo'n project doen. Dus 20 jaar lang zitten we daaraan vast. En dan, als we dan even verder kijken, dan, als we tegen de jaren 75 zitten, dan gaat Woerden erop terugverdienen. En dan ook elk jaar een stukje. Hè? Zo moet je dat ongeveer voorstellen. Dus dit vergt nog wel enige discussie met onze gemeenteraad natuurlijk. En we zullen het ook nog eens even heel goed financieel toetsen. En we zullen deze kennis die we hiermee opdoen, die financieringstechniek, die zullen wij ook graag delen met de collega's. Ik heb begrepen dat Krip en de Maart al langs wil komen. Maar dit gaan we zeker in het platform ook verder verbreiden. Dat is het verhaal. Dan is het denk ik goed om een beetje in de benen te komen. En daarvoor gaan we vragen of u allemaal naar voren wil komen. En we gaan een beetje... Nee, dat mag niet. We gaan namelijk een discussie organiseren. Nee, we gaan een discussie organiseren aan de hand van een paar stellingen. En het is denk ik aardig om uw vraag bij die stellingen in te brengen. Dus we gaan ook een beetje eens of oneens doen. Maar het gaat ons natuurlijk vooral om waarom ben je ergens voor of tegen. Dus, en dat zijn volgens mij de momenten om die vragen ook er gewoon in te gooien. Want wij willen als Woerden ook niet alleen aan het woord zijn. Misschien zijn er ook anderen die er veel meer verstand van hebben nog. Ja.
komt u er rustig bij. Het is niet eng. En het wordt wel leuk. Ik kan alvast, als u deze kant op loopt, vertellen. Wij hebben met de bewoners in de Kanus hebben wij ook zeg maar, dit soort dilemma's met elkaar gedeeld. En soms natuurlijk ook wat meer naar de bewoners gerichte dilemma's. Dat hebben we ook een beetje op deze manier gedaan. Van wat wilt u nu? Hoe zou u uw omgeving willen dat die eruit komt te zien? Bijvoorbeeld over de tuinen gehad en over afkoppeling van water en dat soort dingen. Van regenwater. Toen hebben we dat ook gedaan met vakken. Een voor- en een tegenvak. U snapt natuurlijk, rood is dan oneens en groen is eens. En hebben we aan de bewoners ook gevraagd van, nou gaat u maar in een vak staan. En dan, vervolgens hebben we het erover gehad. En waarom vindt u dat dan? Nou, de eerste stelling, die luidt ophogen op veengrond, is eigenlijk passé. Dat moet je niet meer doen. Als u het daarmee eens bent, dan mag u in dat groene vak komen te staan. Dus aan deze kant van de stippellijntjes. Ja. We hebben hiervoor twee vakken, als u nog even doorloopt naar voren. En bent u het er niet mee eens, gaat u in het rode vak staan. Ja, dat is goed. Ja. Ja, echt, hè, met traditioneel ophogen. Ah, kijk. Er zijn alweer overlopers. Past u er allemaal bij? Mag nog wel een beetje hier naartoe komen? Jij bent van oneens, hè? Ja, ik wil graag van iemand die het hier oneens mee is. Ja. Ik ben Ron Pereman van Grondbalans. Dus jullie snappen dat ik dat natuurlijk niet zo goed vind. ik geloof er ook niet in. Ik denk altijd in combinaties van oplossingen. Soms is een palenfundering het beste. Soms is drijven het beste. En we zullen altijd voorlopig heel lang nog op blijven hogen met grond. En daar zijn wel weer verbeterde technieken voor. Dus we moeten wel kijken ook naar de verbeterde technieken. En die zijn er ook. Dan ben ik wel benieuwd wat voor techniek. Misschien kun je daar nog iets meer van zeggen. Want ik denk dat mensen dat graag willen weten. Nou, in Boskoop doen we dat nu. Daar hebben we een grondverbetering gedaan. Plan Waterrijk. 440 woningen. Hebben wij daar het veen verwijderd. Deels grond in teruggebracht. Overhoogte, verticale drainage. Dus het is een circulaire oplossing met regionale grond. Goedkoper dan de oplossingen die met palen en andere oplossingen. En met piepschuim. Dat zijn allemaal ook onnatuurlijke materialen wat je in de bodem brengt. En het is een oplossing van gevel tot gevel. En dat is met die andere harde oplossingen vind ik dat een nadeel. Want alle leidingen breken nu twee keer af. Niet alleen bij de huizen, maar ook nog een keer bij de wegen. Dus ik wil niet over de concurrent praten, maar dat is wel een groot nadeel. Conclusie, in sommige situaties is ophogen toch een goede oplossing. Ik ga eens kijken of er voorstanders zijn. Ik kom naar u toe. Mijn naam is Sander Heutink. Ik ben voorzitter van een vereniging Eigen Woning Bezit in Leerdam. Dus doe de groeten aan Molkenbroek. Dat is onze burgemeester. Je kunt ook als opdrachtgever kun je voorwaarden stellen of randvoorwaarden aangeven. Door bijvoorbeeld te zeggen, alles wat gebouwd wordt moet zelfvoorzienend zijn. En als je dan daarmee ook zelflerende systemen gaat ontwikkelen, ja, dan ben je op een toekomstwijze bezig met de invulling van de toekomst, maar ook het heden. Oké. En dat heeft voordelen. Ja. Mensen die erop willen reageren misschien, dat mag ook. Of je daar tegen zijn. Nog iemand anders die... Mijn naam is Arie van Schuur, ik ben wethouder in Zaanstad. En ik denk dat... kijk, stellingen zijn altijd scherp. En deze stelling is ook scherp. Ophogen van veengrond is passé. En volgens mij zijn we gewoon zover nog niet. Het zou best kunnen zijn dat het in de toekomst dat moment komt. Maar ik zie heel veel nieuwe technieken voorbij komen. Ik zie ook technieken voorbij komen met een langere horizon. Waarvan wij nu allemaal zeggen, we denken dat het zo gaat gaan. En waarvan ik het als wethouder een hele spannende vind. Dat als ik een investering doe met een horizon van 75 of 100 jaar. Ja, dan wil ik eigenlijk zo zeker mogelijk weten dat het ook zo gaat gaan. Zoals we denken dat we dat nu denken. Dus ik vind die nieuwe technieken heel spannend.
En ik hoop dat daar echt winnaars bij zitten. Hè? Dus dat we over een x-aantal jaren deze discussie niet meer hoeven te voeren. Omdat dan uitgekristalliseerd is wat gewoon de beste methode is om iets te doen. Maar ik denk dat we op dit moment gewoon zover nog niet zijn. En dat het dan voor heel veel partijen verleidelijk is, voor heel veel overheden verleidelijk is. Om dan bij de techniek te blijven die we kennen en die ook qua kosten overzichtelijk is. Dus het is misschien over 15 jaar per se, maar ik geloof niet dat we daar nu al zijn. Ja, kom. Ja. Dan kan ik u vertellen, dan gebeurt er niks. De gemeente Sneek heeft bijvoorbeeld in Nederland als eerste nu bij de inrichtingen van nieuwe wijken die voorwaarden gesteld die ik net aangaf. Ik heb nog een gepassioneerde voorstel. Nou, ik was van de week naar een bijeenkomst en dat ging op de treiramp in Harlem. Die treiramp die was op 8 januari 1962 geweest, toen was ik 14 jaar. En wat mij verbaasde in de films die er getoond wordt, dat je dus een periode van 50 jaar, of die is ruim 50 jaar geleden, dat je dus, we praten nu over 100 jaar, maar dat je over een periode van 50 jaar is de wereld al zo ontzettend veranderd. Dus ik vraag me in alle eerlijkheid af of je het wel goed kan overzien. De totale inrichting is van de samenleving is totaal anders. Dat is één opmerking. Volgens mij moet je onderscheid maken. Veenendaal per se is dat een bestaande wijk. Dan denk je, nou ja, dat is niet anders. De vraag kan je stellen, moet je nog wel nieuw bouwen in de Veenendaalse? Moet je die Veenendaalse niet gewoon anders benutten? Dat is gewoon en dat denken wij volgens mij in Nederland te weinig aan. Goeie vraag. Die komt volgens mij komt hier nog wel langs zometeen. Even een reactie op het eerste wat u zei. We hebben natuurlijk ook nagedacht van ja, je gaat voor 100 jaar je eigenlijk vastleggen. Is dat hele dorp Kanissen nog wel? En straks die andere dorpen ook. Nou, ik weet één ding zeker. Woerden is al 650 jaar, bijna. Als ik naar het stratenpatroon van Woerden kijk in het centrum, dat is nog steeds zoals het toen gemaakt is. Dus stratenpatronen hebben wel een heel lange levensduur. Dus dat is wel even vasthouden, dat is interessant. De woningen die we nu bouwen, als ik kijk naar de woningen in Woerden die 100 jaar oud zijn, nou, daar heb je een beeld bij, hè? Dat kennen we in heel Nederland wel, die staan er nog. Ik bedoel, je kan er van alles van vinden, maar er staan woningen, en ook goede, die 100 jaar oud zijn, ook minder goede. De woningen die daar gebouwd zijn, allemaal woningen vanaf de jaren 50, 60 en later. Die woningen, ik durf mijn hand er wel voor in het vuur, dus die staan er over 100 jaar nog wel. Misschien zien ze er anders uit, zijn ze energie-neutraal enzovoort, maar reken maar dat niet zomaar gesloopt gaat worden. Dat zal ook over 75 jaar of over 50 jaar niet economisch zijn om dat te doen. Misschien een enkele wel, en er zal er wel eens een afbranden enzovoort. Maar ik durf dat als bestuurder wel aan. Ik zal het zelf niet doen. Wie is het daar niet mee eens? Dat is interessant, hè? Durf je dat? Want er zijn hier een paar geluiden geweest van, misschien is het ophogen toch nog niet passé. Zijn er nog nieuwe gezichtspunten voor wat betreft waarom mensen hier staan in het vak oneens? Mijn naam is Broeren. Ik ben een verkoper van Jalibims. En ik denk dat het ophogen alleen, daar ben je er niet mee. Kijk, het is dus een zaak, het veen moet eruit. Het gewicht moet eruit, er zijn plaatsen alleen maar zo'n 1,5 meter asfalt. Dan praat je over 3700 kilo de kuub, dat zak alleen maar verder. Dus alleen ophogen, dan moet ik eigenlijk aan de andere kant staan. Maar ik zeg, ik ben het oneens. Ik zeg, je moet het gewicht weghalen en lichtgewicht ophogen. En gewichtsneutraal aanleggen. Dan wordt er iets gemaakt wat eigenlijk 50 jaar geleden deed ze dat nog niet. Nou, dan kan je ook 50, 60, 70 jaar verder kijken, denk ik. Plus dat de voortuinen, et cetera, als het onderrijdt, inderdaad, je krijgt inderdaad breekt twee keer. En wat ik die meneer naam moet geven. Ergens moet je iets zien te vinden. En ik denk dat het gewoon lichtgewicht ophogen, lijkt mij een goede manier. Daarnaast kan je het water ook nog laten komen. In het materiaal en ook in de palen. Want als het verder droog legt en je palen komen bloot, krijgen we de andere huizenbezitters weer met paalrot. Dus je moet. Het zijn allemaal betonpalen. Kortom, gewichtsneutraal bouwen, ophogen, dat kan ook heel duurzaam zijn. Ja. Ophogen ja. Is ja. per se. Ja. En niet het vervangen van grond door lichtmotoren. Nee. En dat is een ander verhaal. We gaan wel nu naar de volgende, anders komen we er niet door. Ik wil nog even vragen, ja? Zijn er misschien nog mensen die, naar aanleiding van wat er nu gezegd is, toch nog een beweging willen maken, ja. Die nog over willen stappen van de ene naar de andere kant.
Dat kan, hè? Dat kan altijd. Het gevoel van ik sta aan de goede kant. Want de waarheid ligt meestal ook ergens in het midden. Dus, Ja. Nee, ik zie geen beweging, Mark. Dan stel ik voor dat we naar de tweede gaan. We kwamen al een beetje in die discussie hier terecht. Mijn college heeft inmiddels gezegd, nog niet besloten, maar wel gezegd. Als het om bouwen gaat, dus in nieuwe situaties, dan gaan wij voordrijvend en anders niet. Wie is het daarmee eens en wie is het daarmee oneens? Dus we hebben het over nieuwe situaties in het veengebied. Wie durft dat aan? Wie durft zo'n stelling aan? Kijk, dat vindt toch beweging plaats, hè? Dat... Zal ik eens aan deze kant beginnen? Ja. Wie durft dat aan? Wie wil er wat over zeggen? Waarom durft u? Ja, het lijkt mij vreemd om... We hebben nu gezien hoe, over duizendjarige periode... Wat de impact zijn van door blijven gaan met dweilen met de kraan open. Ik denk dat het tijd wordt om anders te gaan denken. Het landschap anders te gaan inrichten. En dan heb ik niet alleen over steden, maar ook over het hele landschap eromheen. En dan moeten we niet door blijven gaan met waar we nu mee bezig zijn. We weten gewoon dat dat heel kostbaar is en tot allerlei problemen blijft leiden. En we moeten durven innovatief te gaan denken en dat te gaan uitproberen. Dus het is hoog tijd om dat te gaan doen en te gaan opschalen. Dat is een duidelijke stellingname. Ik zag jou al meteen de vinger op. Ja, ik zou hem scherper willen stellen. Ik denk dat we helemaal niet meer aan nieuwbouw op veen moeten doen. En dat staat voor mij dus los van het drijvend verhaal. Maar je zou volgens mij vanuit herstructurering gewoon veel meer nog gebruik kunnen maken van bestaande locaties. Waar nu een andere invulling voor gezocht wordt of gezocht zou moeten worden. En hou dat landschap dan maar gewoon open, vernat het. En ga in totaliteit dus kijken naar die problematiek. En niet alleen op dat ene individuele stukje wat je dan nieuw bouwt. Kortom... eigenlijk sowieso op veengrond niet meer bouwen. Niet meer bouwen. Maar bij herstructurering bouw je ook op veengrond, hè? Dus dat wil ik wel even opmerken. Ja. Oké, ik begrijp. U staat hier om vanwege de herstructurering. Maar, nee, ik reageer op die mevrouw. Die zegt, nee, dan moeten we wel weer gaan denken aan herstructurering. Maar dan bouw je ook op veen, hè? Dus, dat wil ik even zeggen. Dan is de situatie precies hetzelfde. Ik denk dat je drijvend bouwen, dat is wel één heel uitzonderlijk iets. Nieuwbouw wel, maar anders denken, anders inrichten, duurzaam je infra inrichten. En op die manier dus het probleem niet meer nog erger maken, maar in ieder geval voor je nieuwbouw minimaliseren. Dus anders gaan denken en dat duurzame, dus ook van die infrastructuur. Dat is een constructie bedenken dat je dus inderdaad voor 100 jaar je infrastructuur en je openbare ruimte inricht. En dat je dus geen cyclus meer hebt van 10 jaar. Bij nieuwbouw kan dat. En dat hoeft niet alleen op water, zou ik ook leuk vinden, maar niet alleen maar. Goed, er zijn verschillende manieren. Ja. Wie durft hier tegenin te gaan, tegen deze stevige bestuurder? Ja? ik ben het met Hans Averkoels, Binnenlandse Zaken. Ik ben het eens met die mevrouw dat je eigenlijk op veenlocaties, als het enigszins kan, niet meer zou moeten bouwen. Omdat je er ontzettend veel problemen mee gaat veroorzaken voor de toekomst. Als je het doet, zou ik zeggen, doe het dan inderdaad op zo'n manier. En drijvend is dat een manier waarop het wel duurzaam is. Doe het dan op zo'n manier. Want anders gaat het heel veel kosten op termijn. En ik weet al waar al die gemeenten op een gegeven moment aankloppen. En dat is niet bij zichzelf, maar dat is bij de Rijksoverheid. Dus... En als we nou eens zeggen van... Nee, want als we dat nou eens niet gaan doen, en ook niet bij Binnenlandse Zaken. Maar als we zeggen, dat moet dan, als je daar echt wil wonen, moet je dat ook maar betalen. Aan de bewoner dus zelf, de eigenaar. Nou, daar kan ik me helemaal in vinden. In de zin van, als mensen daar willen wonen, dan, en als ze dat zelf willen en kunnen betalen, dan moeten ze dat doen. Maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. En de vraag is, waarom zou je dat überhaupt willen, als er zoveel andere mooie plekken zijn... Waar je zonder dat je elk jaar je tuin moet gaan ophogen, kunt gaan wonen. Zijn er nog mensen die nog andere argumenten hebben dan wat die aan deze kant staan? Ja?
een beetje een technisch argument in dit geval. Maar er is niet zoiets als veen. Er zijn al heel veel verschillende soorten veen. Vaak zitten er kleilenzen in. Soms zijn die heel dik. Kan je prima opbouwen als je er maar de tijd voor neemt. En wat natuurlijk in het verleden veel fout is gegaan, is dat gemeenten toch te snel hebben willen ontwikkelen. Te snel willen cashen, met alle respect. En te snel hebben opgeleverd, waardoor er nu heel veel onderhoudsproblemen zijn. Ga je nieuw bouwen, ga dan niet op 10 meter dik veenpakket zitten natuurlijk. Maar er zijn heel veel locaties waar het nog prima kan als je maar de tijd neemt. En met de technieken die in de vorige discussie ook zijn genoemd, is daar veel mogelijk. Dankjewel. Kortom, er zijn nog technieken waarmee het ook duurzaam kan, anders dan drijvend. Dus daarom weet ik ook niet zo goed waar ik moet staan. Die oude steden, dat zijn niet allemaal historische panden of echte monumenten waarvan iedereen denkt van oh, die zijn heel belangrijk om te behouden. Maar daar kan je dus elke 3 jaar weer die investering in plegen. Als je nou op een andere plek het meteen goed doet, waardoor die oude steden op een gegeven moment misschien alleen nog maar die monumenten hebben, maar dat al die andere mensen duurzaam op een goede plek wonen. Dus, die staat hier niet echt bij, maar is dat een oplossing? Ik denk zelf dat, eerlijk gezegd, dat die oude kernen, die liggen vaak op de kleiruggen. En die zakken dus niet. En dat het probleem vooral is ontstaan dat we ongeveer sinds de Tweede Wereldoorlog ook wijken in het echte veen zijn gaan bouwen in plaats van op de kleiruggen. Gouda is wel een uitzondering. Hè? Gouda is in de middeleeuwen al echt in de polder gebouwd. Ja. En heeft daar nu echt een probleem mee. Zullen we naar een volgende gaan? Want dan houden we de vaart er een beetje in. Ja. Bij bouwen en inrichten van de openbare ruimte op veenbodems is de levenscyclusbenadering noodzakelijk. Wie is daarmee eens en wie is daarmee oneens? Hey, het vak is leeg, Marco. Ja, je hebt een klant. Nu word je uitgedacht. Ja, dat is ook de bedoeling. Nou, het is natuurlijk interessant om te weten wat gebeurt hier. Ja, maar Timon, je mag eerst aan die kant nog vragen. Ja. Nou, wie is er uitgesproken voorstander en heeft misschien ook nog een argument daarbij? Komt maar even naar je toe. Ron Peterman, Grondbalans. Ik ben een groot voorstander van om dat mee te nemen. Hè, want dat is gewoon de beste oplossing. Dus ondernemers willen ook gewoon een goede oplossing aan de klant. Dat is lange termijn. Niemand wil een auto die over een half jaar in elkaar stort. Je wil er toch een jaartje of 5 of 7 mee rijden. Nou, dat is met een woonwijk ook zo. En dan daag ik de gemeente uit van, nou, wat voor bedrag per meter hebben jullie dan voor over om ook het onderhoud meteen die 20 jaar ook bij de aannemer neer te leggen? Willen aannemers dat? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd waarom jullie beiden aan deze kant staan. Ik wil er nog iets over zeggen. Ik zit dan vooral te richten op die veenbodems. En volgens mij moet je als overheid niet alleen in het geval van veenbodems kijken naar levenscyclusbenadering. Maar moet je dat met elke investering die je doet met publiek geld, moet je eigenlijk vanuit levenscyclusbenadering dat gaan doen. Ja, dus eigenlijk hoor jij ook voor mijn geval aan die kant te staan. Ja. Dit is een U-bocht argumentatie, maar wel heel mooi. 5,2 begint de volgende serie. Is dit een zo mooie score? Ja, dit is fantastisch. Ja, volgens mij, want hier zijn de scores op de stellingen gedaan. En de eerste stelling, ophogen op veengrond is passé, daar was 55% het mee eens. Nieuwbouw op veen, drijvend bouwen anders niet. Daar was een kleine meerderheid, 55% het mee oneens. En de levenscyclusbenadering, nou er staan nu 2 bij oneens. Maar als ik het argument heb gehoord, dan denk ik eigenlijk dat iedereen het met die stelling eens was. Ja, maar we stoppen nu even.
Een levenscyclus toepassen, dat betekent dat je op basis van voortschrijdende gemiddelde besluiten neemt. Nou, de afgelopen 1000 jaar is gebleken dat dat niet werkt. Ja, maar dat zijn dus, we dus echt anders aan doen. Dus dat is één zaak. Levenscycli is in feite een steeds terugkerend iets waar de verschijningsvorm van verandert. Dus je blijft hetzelfde van hetzelfde doen. Dus als je werkelijk wilt transformeren, dan breng je dingen bij elkaar. Dan heb je het niet meer over een levenscyclus, dan heb je het over een nieuwe wereld. En als we dus blijven in de fase waarin we zitten, komen we er nooit uit. Kijk. Dus lossen we geen problemen op, zijn er geen uitdagingen meer en komen er geen innovaties. Als we nog steeds blijven denken in de situatie dat we een arbeidsmarkt hebben en dat we over werkgelegenheid moeten praten, krijgen we krimp of krijgen we groei? We krijgen groei omdat er mensen van buiten naar binnen komen. Maar de vraag is onzeker. Krijgen we robotized humans of krijgen we humanized robots? Wat is de toekomst als we beide krijgen? Dan betekent dat dat de rol van de mens totaal gaat veranderen. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Nou, dat is een prachtige uitsmijter. Wij stoppen nu. Marco en ik zijn in elk geval heel blij dat jullie allemaal aan ons kamp gekomen zijn. Ja. Behalve dan twee van die dissidenten. Ja. En heel erg bedankt en gauw naar beneden, zou ik zeggen. Ja.